Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag en het is de 16e december. Het kruipt alweer heel langzaam naar de kerstdagen toe. Het is 14:24. Ik ben niet helemaal wat ik wezen moet. Nee, ik verga van de hoofdpijn. Ik ben zo wakker geworden. Ik had ook niet zin om me helemaal volledig op te maken. Dan enkel een klein beetje zwart, meer niet. Ik ben ook nog maar net op mijn bed. Ja, moet ik me schamen? Nee. Het weer is er ook niet naar. Het weer is er om eigenlijk op bed te blijven. Want het is mistig en dat is iets. Daar kan ik al niet tegen vanwege mijn COPD. En ik ben er net toch buiten geweest. Want ik heb ze kant al schoongemaakt. Ondanks dat er wat sneeuw ligt, maar ach, het is gaan dooien, het is niet helemaal wit meer. Nee. En dat is voor idem dito. Mijn kerststukje ligt ook alweer bijna sneeuwvrij. Dus ja. Hé, hey, Kandalf. Kandalfie. Hey man. En daar ligt Frodootje. Hé? Hey. Ja, die is zo lief geweest. Hé? Ja, nou? Ben je toch lief? Ja. Ja, jij bent ook lief. Maar jij bent zo een die gaat iedere keer bij mijn stoel. En zodanig dat ik je niet in de gaten heb. En dan rijd ik weer over je staart heen. Althans, je haren van je staart. En dan ben je weer een pluk kwijt. Hé? Ja, nou, kerel. Hé? Ja, hé? Maar oké, ik ben met de koffie bezig. Zoals jullie wel begrijpen. En ik zie wel wat ik vandaag ga doen. Niet veel in ieder geval, dat weet ik wel. Dus, maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik hoop wel dat jullie allen een hele fijne, ideale, heerlijke, gezegende zondag hebben. Maak er wat van, ondanks het trieste weer. Dan heb ik toch liever dat het mooi weer is en of dat het sneeuwt. Dat is wel mooi voor de kinderen ook. Maar het meest hoef ik niet te hebben. Dat mag van mij wegblijven. Sowieso. Ja, ik ben met sneeuw ben ik weer bang om naar buiten toe te moeten. Maar het is wel mooi. Ja. Het is prachtig. Voilà. En toen was er koffie. Hé, ja. Dus oké, ik zou zeggen ook jullie een smakelijk bakkie met wat jullie ook gaan drinken. Al is het chocolademelk. Moeten jullie weten. Maar in ieder geval een smakelijk bakkie. Ik zou zeggen tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben met mijn eten bezig. Ik moet dit nog opzetten en dat nog opzetten. Dat is al heet, dat heb ik ook net lager gezet. Daar zit een bal gehakt in en ik heb bietjes met lekkere haché. Ik heb nog een beetje rauwe sipal, gaat er ook lekker doorheen. En ik heb hier lekker smullen. Ja, ook ben ik met de vlogs van de bruiloft weer bezig. Ja, dat gaat ook allemaal goed komen. En de ene die haalt iets wat niet gezien mag worden door een ander, haalt het op een andere manier weg dan weer een ander. En daar kan ik ook niks van doen. Nee, ik ken niet alles wat een ander ook kan. Ik doe het op mijn manier, een ander doet het op hun manier. Ik kan het niet anders. Maar dat komt allemaal goed. Ik leer steeds een beetje bij beetje meer bij. En dan, we zullen beleven hoe het eruit komt te zien. En dat hoor ik vanzelf wel. En dan heet er eentje de kolder in de kop. Die weet niet wat hij met zichzelf aan moet. Bank op, bank af. Maar dat doet er ook niet toe. Ik ga verder met mijn eten. Want ik krijg ook zin in wat. De diertjes hebben allemaal al eten gehad. Bij ons is de sneeuw helemaal weg. Helemaal. Het is helemaal die zwart en grijs en weet ik veel wat. Dus ja, geen stukje witte sneeuw meer te zien. Maar
dat maakt niet uit. Nee, mijn zoon die zei vanmiddag al, Harald van Beek. Ik verwacht nog meer sneeuw, dan laat het alsjeblieft wegblijven. Ja, ik heb meer te doen dan binnen te zitten. Ja, er zijn meerdere dingen die ik moet doen. Ja, ik bedoel, als ik gasten krijg, moet ik toch wel wat in huis hebben. Toch? Ik kan het moeilijk zeggen, want ik heb niks in huis. Die. Jammer dan, nou dat vind ik niet leuk. Ik moet wel wat in huis hebben als ik bezoek krijg, van wie dan ook. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ik spreek jullie later, tot strakjes. Doei, doei. En een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is bijna 12:30. Tenminste, het is 12:18. En het is vandaag alweer ook 17 december. Ja, ja, de tijd houdt geen schaftuurtjes. Nee, wij wel, maar de tijd gaat door. En mijn diertjes zijn binnen. Ik kan al die shit steeds te poetsen en te doen alsof je ik weet niet wat voor visite krijgt. Nou ja, Astrid die komt, maar dat noem ik geen visite meer. Die behoort bij de inboedel. Daar ligt meneertje Frodo. Die is ook een gek, die hoort dingen die er niet zijn. En ik voel dat ik nog oorbellen erin moet. Waar Eeuwen is, weet ik niet. Niet bij de kerstboom, dus dan vermoed ik dat ze boven is, maar daar ook niet. Ook niet op de stoelen, nou dan weet ik het niet, dat zal ze inderdaad wel boven zijn. Ik ben bezig met een bak koffie. Ik ga nog even een broodje maken. En oorbellen erin doen, want die heb ik er nog niet in. En dan is het wachten op Astrid. En ik moet de douche nog schoonmaken. Ik ben bezig, nou dan komt ze nog net aan. Ah! Dus ja, ik moet de douche ook nog schoonmaken, maar dat komt later op de middag. En dan merken we het verder wel. Ze zeggen tot later. Je bent gek aan het doen. Ja, je bent gek aan het doen. Mafklapper. Ja, je bent mafklapper. Ja, lieve vrienden. Ik ben net thuis. Heleboel boodschappen gedaan. En ik ben ook buiten nog een keertje bezig om proberen daar licht te krijgen om mijn vlaggenmast. Maar de stekker wou niet in het stopcontact van het verlengstoer. Er waren groene dingetjes die de stekker blokkeerden. Kreeg ik er ook niet uit. De eigen stekker paste er wel in, maar een andere stekker niet. Dus ja, nou heb ik een nieuwe gehaald waar die groene dingetjes niet bij in zitten. Dus op hoop van zegen. Het heeft me wel weer een smak met geld gekost. Maar ja, doet er niet toe. Ik ga nou gauw verder. Ik heb een heleboel. Ik heb ook mezelf verwend met een huispak. Ja, ja. Dus we zullen zien hoe dat zit en staat. Lekker warm, lekker huiselijk, heerlijk in de avonduurtjes. Dus ja. Maar ik zal nou verder opschieten, want ik moet nodig zitten. Want ik heb best last van de rug en mijn knieën. Ook door de kou. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. Wat jullie nog doen gaan. En ja, ik ga ook een bakje koffie nemen. Nou, dus ik zeg tot strakjes. Doei, doei. Wat, Miel? Hé? Ja. Och, gosje, dikke doosie. Ja, nou, en die meneer is er heel erg stout geweest. Ja, heel erg stout. Want ik ben helemaal niet blij met hem momenteel. Nee. En je oog die ziet er ook niet uit. Hij heeft weer aan zijn staart zitten te vreten aan de onderkant. Ja, dat bloed er aan toe. Dat, ja, daar ben ik niet zo blij mee. Nee, ja, ik heb iets nieuws aan. Dat is een huispak. Ook een broek erbij. Lekkere warme sokken erbij. Allemaal een beetje in één kleur. Dus ja, ik maar, dat ziet er niet uit. Maar ik ben druk aan het werk geweest ook. Dus ja, dat heb je dan. En maakt allemaal niet uit. Nee, echt niet.
Ik ben ook maar een mens. De ene keer zie ik er netjes uit en de andere keer niet. Nou ja, ik leef in mijn eigen huisje en er komt niemand. Nou, dan kan ik gewoon lekker mijn gang gaan. Huispakje aan. En het voelt zo lekker zacht aan. Het is van dat net of het fluweel is. Van de vloers. Ah, zo lekker. En een mooi kleurtje. De broek ook. Dus ja, ik ben net bezig. Ja, aan je hula hoop. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Voor later een welterusten en lekker slapen. Ook weer gezond op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Morgen krijg ik de huishoudelijke zorg, Carmen. Want Rebecca, die is zover ik weet nog steeds ziek. En het zal ook zo wel blijven, denk ik. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Ik ga aan het werk weer voor de pc. Ik ben met de vlog bezig. Die voor Karin en Roderick zijn allemaal klaar. Ja. En nou mijn eigen vlogs, mijn normale vlogs. De normale dagen, de achterlijke, slome, idiote dagen. Ja, dat moet ik ook proberen in elkaar zien te zetten. En dan zien we het wel weer. Ik zou zeggen, geniet van alles. En tot morgen. Doei, doei.